De Zoetermeerse zanger Jordy van Loon stond 2 jaar geleden wekenlang op 1 met zijn hit Verliefdheid is een toverbal. Sindsdien is het stil rondom Jordy. Ilse Bijstra volgde voor Westdok zijn pogingen om weer terug te keren aan de top. Als je zingt, dan zie ik de passie voor het zingen. Ja, een interview. Interview is lastig voor je. Weet je wat het is, Jordy? Een carrière zet je niet 3 keer neer, dat doe je 1 keer. En we willen samen toch carrière bouwen? Ja, daar gaan we voor. Daar gaan we voor. Je hebt gelijk, ja. Dit is echt waar. Kijk, dit is goed. Dat is goed. Ja. Dat is leuk, dat ben je namelijk. Ja. En dan zoek ik jouw ogen en krijg je mee. Gaat meer. Parada, een kusje voor jou, een kusje voor mij. Dat maakt me zo vrolijk. Die stem brak op een bepaald moment. De paniek in zijn ogen, is het nu gebeurd? Nee, nu zegt Jordy. De kleur van de stem is nog steeds mooi en als je hier doorheen komt, dan zul je zien dat er kansen genoeg liggen. En die zijn er ook, daar ben ik van overtuigd. Was goed? Hi. Hi. Jou ook? Ja hoor. Hi. Ja, dan maar zoenen toch? Ik heb het gevoel dat ik het niet meer haal, want het is hoog. Dan zak je even door je knieën, denk naar beneden. Er zijn wel een paar optredens afgezegd omdat ik het niet meer kon. Dat maakt het wel een beetje eng, ja. Mensen boeken je voor je hoge stem en dat heb je ineens niet meer. Dus dan moet je wel afwachten wat de mensen er dan van gaan vinden. Oké, nou laat je dit wel lager, maar dan ga je het hier vandaan halen, hè? Maar het komt ook wel dat het hoog is, hè? Het is wel hoog. Het is een hele onzekere periode. Je weet nooit zeker of je stem het nog wel doet. En hij heeft het natuurlijk 1 keer meegemaakt. Dat is natuurlijk lastig. Hij heeft 1 keer nummer 1 hit gehad. Dus dan heb je al snel de smaak te pakken en het gevoel van dat wil ik niet kwijtraken. Dus we moeten er bovenop blijven zitten. Maar voor zijn stem zou het eigenlijk lekkerder zijn als hij eventjes 2 jaar dat niet hoefde te doen. Volgens haar! Natuurlijk heb je zoiets van, het liefst nu scoort morgen weer een nummer 1 hit. En dat je overgedraaid wordt, dat is altijd heel erg leuk. En dat was toen wel best volop bezig. Dus het was echt wel een heel erg leuke tijd. Jordy van Loon, het 15-jarige aanstormende talent, is een hitmachine van deze tijd. Verliefdheid is een toverbal, la 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 la. Mijn droom is altijd geweest om artiest te worden. Ja, en bekendheid, natuurlijk, dat heb je nodig, maar in principe komt dat erbij. En dat brengt je wel eens in wat moeilijke fases of probleempjes. Nou, dan kun je vergelijken met een ander kinderkutje, hoe heet het dan? Smit? Ik heb het allemaal aan jou te danken, hè? Zeg je? Ik heb het allemaal aan jou te danken. Op je knieën. Ik heb allemaal aan jou te danken. Zo stom, hoor. Ja, hij zegt door je knieën. En ik zei, ik zou best willen, maar daar bedoelde ik niks mee. Maar ja, dat komt natuurlijk heel fout over. Een beetje raar, ja. Dat is dan weer zo'n typisch voorbeeld van, blijkt dan wel weer, even 1, 2 jaar geleden. Dat ik dan zoiets heb, jeetje joh, kom op man, denk toch na voordat je wat zegt. Sommige dingen weet je gewoon geen houding te geven. Je probeert leuk te doen in een uitzending, dat gaat mis. Je weet op bepaalde dingen niet te reageren. Daar word je wel onzeker van. Wat is het nou voor jongetje? Een heel druk, vervelend, irritant jongetje. Ja, zo zie ik mezelf. Dat is gewoon heel vervelend. En die wel leuk kan zingen, naar mijn gevoel. En het beeld wat er opgeroepen is in een aantal programma's, dat correspondeert voor mijn gevoel totaal niet met wat hij werkelijk is. Wat is Jordy voor jongen? Ja, een lieve jongen, een zorgzame jongen, altijd behulpzaam. En veel kletsen kan die. AHD, je weet denk ik wel. Ben je trots op je broer eigenlijk? Ja. Ik vind het wel leuk dat hij zingt. Nou, er is een poppetje van Jordy en dan met een hoofd er, met een streep er doorheen. En dat betekent dat ze Jordy niet leuk vinden. Wat vind jij daarvan? Ik vind dat helemaal niet goed, want het is ook gewoon een normale jongen en hij is heel leuk en spontaan.
Nou, dat komt ook misschien wel een beetje door mezelf, omdat ik een beetje over de top ben geweest de afgelopen tijd. En ja, weet je, er wordt gewoon een beeld van jezelf neergezet wat je niet bent. En dat vind ik gewoon, dat is gewoon heel ja, daar word je gewoon verdrietig van. Dat is gewoon zo. Jordi, zou je het hondje even zeggen? Een mediatraining vind ik een heel groot woord. Maar ik vind het wel belangrijk dat hij eens met iemand praat die heel veel ervaring in dat vak heeft. Ik heb er een beetje proeven op gedaan. Het ziet er heel zacht uit, hè? Dat zou voor het eerst zijn bij Joni. Ja, misschien gooi je er nog een kleurtje overheen. Als het, okay, het dat zou kunnen, dat zou kunnen. Als het me camoufleert, vind ik alles goed. Al doe je er paars over. Dat zijn de praktische dingen. Ik denk waar Bonnie bij moet helpen. Dat hij een heel realistisch beeld geeft van wat hij is, wie die is. En dat is een kwestie van leren, denk ik. Er kan een randje af en er kan een randje bij jou, denk ik. Maar goed, ik ben niet alleswetend, hoor. We gaan vooral hele leuke gesprekken houden. Ik kan er wel een hoop van leren. Wat denk je te gaan leren? Nou ja, kijk, wat hoop je te gaan leren? Bonnie heeft natuurlijk zelf ook het een en ander meegemaakt. En vooral ook hoe ik kan omgaan met negatieve publiciteit of negatieve reacties van mensen. En weet je, kijk, je bent er nog lang niet, want je bent 2 jaar bezig. Als je zoveel dingen meemaakt, dan doen ze het. Ja, ik vind dat als ik dingen lees. Emotioneel is een heel intelligente jongen. Absoluut emotioneel zit het heel goed. Alleen is de vaardigheden die het zoeken soms naar de juiste woorden. Ik denk dat jij gewoon maar wat praat. Ja. Niet de vraag dat je dat laat doordringen. Nee, dat heb ik op school ook nooit gedaan. Ja, ik heb natuurlijk ADHD. Als veel dingen om mij heen gebeuren, is misschien 30% valt weg, snap je? Maar hoe zit je dan in zo'n interview? Nou, als ik gewoon goed luister naar de vraag, want vaak doe ik dat niet, vaak doe ik een hele verhaal van maken. En wat was je vraag ook weer? Ja, nou kijk, het is natuurlijk, het is een jaar. We hebben wel alles in zich om een hele leuke, sympathieke, grote ster te worden. Met Jan de Achter en... Een beetje, klein beetje wijsheid van mij erbij, denk ik wel dat hij het redt. Vorig jaar in januari was ik hier. Het was een soort muziekshow. Maar het is wel leuk, het is vooral leuk om dit voor later te hebben natuurlijk. Als je hier naar terugkijkt, ik heb toch tussen grote namen gestaan. Jan, Marco. Ik, Wolter, Nick en Simon. Dan denk je van wow, weet je. Je kijkt echt ook tegenop tegen Marco bijvoorbeeld. Daar heb ik heel lang, dat is de eerste keer dat ik hem echt had gezien. Ja, uiteindelijk, je moet ze niet boven jezelf stellen. Het zijn ook gewoon je collega's natuurlijk. Met wie zou je nou willen ruilen? Met niemand, nee. Nou, als carrière, kijk, ik ben natuurlijk nu nog heel pril. Marco Verzaat heeft een mooie carrière. Jan Smit heeft een bijzonder mooie carrière. Ze hebben allemaal een mooie carrière, maar... Bonnie schreef me naar het gesprek van vorige week wat we hebben gehad over mediatraining. Van wat een bijzonder jongetje, Jan. En ik denk dat hij, wanneer hij een beetje ouder wordt, teksten aan kan à la Rob de Nijs en Marco Borsato. Het is geen oppervlakkige jongen. Ik ben wel benieuwd wat het is. Je hebt altijd een beetje een bepaalde verwachting, hè? En dan ga je vaak dingen in je hoofd halen, maar dan is het, als je er niks van verwacht, is het vaak heel erg leuk. Als je niks verwacht, dan... Ja, het is wel gezellig gelijk hier, hè? Vind je niet? Kijk, wel nog op, jongens. Wat willen we nog meer? Ze heeft zoiets van, oké,
wel super dat georganiseerd wordt allemaal, maar ja. Nou ja, voor Jordi is ook keileuk, want die vindt dit allemaal grappig. Die heeft zelf met dit soort mensen ook gewerkt. Dus het gaat allemaal goed komen. En nou gaan we koffie vragen. Was het in het huis waar jij gewerkt hebt, was het ook zo? Ja, nog wel erger. Ja? Ja, daar zaten ze bijna allemaal in een rolstoel. Deze zijn nog leuk. Ja, dit is leuk. Ja. Hier wil ik wel een extra nummer voor doen, hoor. Oké, maar even kijken hoe het gaat. Toch? En een beetje meelaten zien, hier komt het toch allemaal wel. Hey, toverbal, hoor je dat? Ja, ja. Ze kennen me wel, dus. Als jij een klein stukje begint van jouw liedje, kent Peter het helemaal. Hallo, Peter. Feliftijdissen. Toverbal in meer dan duizend. Zo kippie rooien. Daar schreeuw je het van de dag. Feliftijdissen. In alle handen. In je hart het opent. Met waar liefde ballen zo. Hey! Oh, een kusje voor jou, dat maakt me zo vrolijk, gelukkig en blij. Voel jij wat ik voel, dus zeg me alsjeblieft, ben jij als ik ook net zo verliefd? Ken je de lief niet, toverbal? Hierachter heb ik een artiestenfoyer in elkaar gedraaid. Nou, ja, ik heb niet veel nodig. Eventjes, weet je, er is niet veel aan om te knappen, die jongen. Nee, dank het je. Is onder zonnebril voor de schittering. Ja. Gaan ze ook met me dansen vanavond allemaal? Ja, natuurlijk. Maar gewoon een beetje los mee omgaan, joh. Ja. Dat je niet statisch op de bühne blijft en zo. Nee, dat begrijp ik ook wel. Nou, dan gaan we maar. Ja, maar weer terug. Een beetje de boel op stel te zetten vanavond. Mag ik een applaus voor Jordi van Loon? Zeer geëerde dames en heren, ik ben Jordi van Loon. Ga voor u musiceren. Ik zeg van tevoren, pas goed op uw oren. Nee, ik ben nooit te oud te leren. Is weer een trompet, maar ik ga proberen. Ik wil u verbazen, een mopje te blazen. Verret de tets voor de trompet, de danser naast de fluit van dippetietippetieta. Er zit zoveel in die jongen en dat intrigeert me eigenlijk wel. Er gaat iets van uit. Er is buiten het zingen om gebeurt er nog iets. Ik ga er af en toe van glimlachen. Dat heb ik bij Jim Morrison. Als ik die hoorde zingen, dacht ik van, oh, dan er gebeurt iets. En dan denk ik van, het zit goed. Dat is goed. Blijf leuk. Zeker dit soort dingen blijft gewoon heel leuk. Grote optredens vind ik ook erg leuk, maar dit vind ik ook wel heel gaaf. Ja. Gemoedelijk, huiselijk, laat ik het zo zeggen. Ja, geweldig vind ik dit. Dan weet je waar je het voor doet eigenlijk ook wel weer. Jordi, geweldig toch? Ja, enorm Jan. Toch? Ja, dat is top. Als je die mensen zo blij zitten. Ja, dat vind ik ook. Als je dan op zaterdag zo'n groot festival hebt en dan nu dit, dan is dit eigenlijk nog veel leuker, toch? Eigenlijk wel. Rustig. Ik wil niet zeggen, ik zit in het vak. Maar je bent wel bezig met een vak en dat is zingen, artiest zijn. Dus daar hoort ook bij, heel belangrijk is natuurlijk je uiterlijk, hoe je eruit ziet. Jordi heeft een grote aanhang. En ik zie het aan alle post die er voor hem binnenkomt. Daarin zie ik heel vaak dat het genoemd van Jordi niet dikker gaan worden. Natuurlijk, je wordt er wel een beetje onzeker van. Je denkt van ja, ben ik nou echt zo dik? Ik
precies. Ja, het valt reuze mee, joh. En wat ik wel vind, ik heb wel een dikke kop gekregen. Dus dat mag wel eraf. Hoeveel dagen ben je aan het lijnen? Vijf. Maar ik neem één chippy. Nou, het is wel even wennen. Weet je, je moet geen chocola eten, geen chips en alleen maar gezonde dingen. Dat is wel eens lastig. Je maag knort wel heel de dag. Dus. Ongetwijfeld gaat hij weer wat flikken. En dan is het aan jouw zaak om te laten zien van hé, hey, Jordi begint volwassen te worden. Ja, zullen we gaan? Ja, die mensen heb je toch nodig. Die hebben toch wel het beste met je voor in principe. Denk je dat? Ja. Weet je, kijk, hij heeft wel sneeuwballen naar me laten gooien. Dat vond ik bijvoorbeeld niet leuk, kon ik niet echt waarderen. Waar blijven die sneeuwballen? Mijn vader begrijpt goed wat ik bedoel. Hij kende als jongen datzelfde gevoel. Ja, dat is er mist in gelopen. Maar dat was natuurlijk ook wel over de top, hè. Dat is natuurlijk totale onzin als iemand langskomt in het glazen huis om de vraag te stellen aan de mensen, jongen, laten we ijsballen gaan gooien. Want waarom is geen sneeuwballen, maar ijsballen? Komt goed, joh. Niet druk maken, hè? Nee, doe ik ook niet. Maar niet druk. Hoi, hoi. Ja, ik hou inderdaad wel mijn hart vast. Ik heb wel zoiets als hij maar niet weer een rotgapje uithaalt of Jordi op de kast probeert te krijgen. Want we weten allemaal, Jordi is flink gebekt. Dus die wil nog wel eens doorslaan daarin. Dan heeft hij de afgelopen periode een hoop geleerd, maar ja, ik ben er niet. Alles goed? Jazeker. Ja? Gaat het goed? Ja, tuurlijk. Hoi. Hallo. Hoi. Ja. Zitten we in een real life zo? Ja, ook nog wel. Oh, dat wordt leuk dan. Het is 3:05. Je luistert naar Kermis FM. Hier gieren die hormonen. In de studio heb ik... ik mag je toch wel een vriend noemen, Jordi? Of vind je dat te ver gaan? Nee. Ik mag jou geen vriend noemen? Ja, tuurlijk. Oh, ja, weet ik wel. Het is Jordi van Loon, dames en heren. Als jullie het nou kennen buiten, zing dan gewoon lekker vrolijk mee. Verliefdheid is het overbaan in alle handen kleuren. Je hart het open deuren, waar liefde wonen. Wat zeg? Oh. Het is nog wel hoog, hè, Kriel? Merk je dat? Je kan het niet meer, hè? Jawel. Je kan het niet meer, hè? Je bent helemaal met jou wat lager geworden, hè? Ja, nee, maar dat bedoel ik. Je kan eigenlijk je nummer 1, het kan je niet meer uitvoeren, begrijp ik. Nou ja, goed, de stem is lager, dus we zijn druk bezig met een nieuwe plaat. Ik blijf je een toffe gast vinden. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met die single van je. Nou, dankjewel. Maar er is een kleine verrassing die ik jou ook wil aanbieden. Nee. Ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, dat is een verrassing. Maar je moet mij geloven dat het een leuke verrassing is. Oké. Blinddoeken? Ja, even een goede blinddoek. Niet over zijn hele gezicht, maar eigenlijk alleen zijn ogen, anders dan... Kan je dan praten? Ja, dat zou ook jammer zijn natuurlijk. Jij staat er relaxed bij, Jordi? Nou ja, niet nog wel. Okay. Nee, dat is een mooi moment. Dan pak ik even de verrassing erbij. Ik ben er zelf heel blij mee dat ik het geregeld heb. Ik denk dat jij er ook heel blij van wordt, dan maak je geen zorgen wat dat betreft. Ik heb sterk het vermoeden dat je me in de maat zit te nemen. Nee, hoezo? Waarom zou ik? Eens even kijken. Ja, het valt in stukken uit elkaar. Oh, lekker man. Ik had, lekker zoet. Ik had echt niet. Nou ja zeg. Ik begrijp. Wordt gebeld. Met Jordi, vader. Hoe ging het met Giel Beelen? Ja, ging goed. Ik ging geblinddoekt en toen had hij een hele grote suikerspin voor me. Dat deed hij op mijn hoofd. Oh. Dus maar was wel leuk hoor. Oké. Okay. Dus hij moest er zelf ook wel om lachen. Dus, Oké. Okay. Ja. Nou, lachen toch? Ja, toch? Ja.
kijken wat voor e-mailtje we binnen hebben gehad. Was je in de Efteling? Ja, dat was die ook inderdaad. En dat is... Ik heb met jou in de bobslee gezeten. En dat zal wel. Dus ik werd gewoon gebombardeerd tot huissitebouwer. Dus we hebben toen gekeken, want ik weet dat ook niet allemaal natuurlijk. Ik zeg, wat is het? Wat moet erop? Wat voor informatie is belangrijk? En toen zei Jordi en Jan van nou, dat en dat willen we dan wel erop hebben. Nou, dat staat er nu dan ook allemaal op. Jullie zijn wel veel bezig, hè, met Jordi? Ja. Ja. Heel erg veel. Jordi voor, Jordi na, zeg maar. Ja. Nee, maar hij heeft natuurlijk altijd voor hem dat op allemaal. En als hij naar Duitsland moet, dan willen we met hem meegaan natuurlijk. Mee rijden, hè? Ja, ja, als het enigszins kan, willen we hem toch ook daar steunen. De kindsterretjes die vanuit Nederland naar Duitsland gegaan zijn, Heintje, Wilma, Jan Smit. Hij heeft iets wat ook die mensen hadden, iets wat anders is. En ik zeg niet hetzelfde, hij valt op doordat hij anders is. En ik denk dat, ja, daardoor zijn ze, ja, vallen ze ook wel op zoiets, denk ik. Ik speel zo gerne voetbal. Oft schieß ik gleich een Tor. Bitchin is een beetje. Hoe zeg je die laat in Duits, man? Ga je het aan mij vragen? Te laat. We hebben het Nederlands gedaan. Nee. Doe dan maar het Engels. Nou? Ja, dat weet ik ook nog eens. Als het echt succes wordt in Duitsland, ga ik misschien, net als Louise van Gaal, naar de Non in Vught. Daar krijg je gewoon een spoedcursus Duits. Dan word je gewoon 3 weken, geloof ik, helemaal geript als Duitser. Zo naar Duitsland. Dat is waanzinnig. Super toll. Het kan gebeuren dat het in september, oktober, maar het kan ook ineens nog een maandje later, in november. In die maanden kan het gebeuren. Ja, dat hij in Duitsland daar zit op te treden. En dat hij hartstikke leuk vindt, in volle zalen. Nou, zij heeft een bepaalde gaafheze. En zij ziet dingen in de toekomst. Het is een gevoel. Is dat. En je ziet diegene niet natuurlijk, je hoort het alleen zo. Je hoort het. Iedere keer wordt tegen me gezegd, daar moet hij heen, daar moet hij heen. Ja, wordt weer opgezegd, hè? Ja. Mijn kind, du wirst schon sehen, moet wel natuurlijk klinken. Iets, er mag wel iets ja, wat vrijer. Oké. Okay. Maar laat dit wel overstaan. Nou, nee? Ik hou hem wel. Oh ja, oké. Okay. Maar zing hem even opnieuw. Hoor. Zing hem opnieuw. Ja. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das wäre doch viel zu schön. Das hat mein Opa oft gesagt, mein Kind, du wirst schon sehen. Eerst had je een mooie stem, een hoge, mooie stem. Dus dan was automatisch, werd het al heel mooi gevonden. Ja, nu doe je daar iets meer moeite voor, omdat je nu een wat lagere stem hebt en moet je er wel een beetje uitblinken als het ware. Dus je moet wel wat mooie dingen met je stem kunnen doen. Het was schon zo, voor 1000 jaar. Zo is het heute. Ik heb's ervaren. Die waarheid werd van God geschenkt. Kan. Wat? Kan niet doen. Wat? Of je het kan doen. Wat? In de Of het niet hoog is. In de refreinen, ja. Vermoeit me een beetje als ik naar luister. Mm. Zo. Kun je het niet wat lichter zingen nog? Wat makkelijker? Oh ja, ja, mijn stem is zo. Es war schon so. Zoals het nu klinkt, wil ik het in Duitsland niet laten horen. Zo ga ik het niet presenteren. Kijk, dit is heel goed, dit is 90% bruikbaar. Maar wat ik wil dat hij laat zien, is dat hij ook daadwerkelijk alle techniek beheerst. Wat is nou nu echt niet goed aan het nummer? Af en toe heb ik het gevoel dat
het zit er wel, maar het lijkt alsof je er tegenaan zingt. Alsof je het net niet kan doen. Het klinkt vermoeid. En nou ben je natuurlijk ook, je bent, hè, laten we wel weten, je staat 5 uur te zingen. Achter elkaar, dat is ook een hoop. Maar het klinkt een beetje vermoeid. Zeg maar. Hey, mag ik ademmuziekje nog eens horen? Ja, ik heb een voorstel. Oké. Okay. Ja. Zo mag een koekje meenemen? Maar luister nou, is het je nou duidelijk? Ja. En denk je daar ook een beetje om? Ja. Oké. Kom terug daar. Nee, ja. Van mij mocht hij. Ja. Hij moet er een beetje om denken, zeg ik af en toe. Hij heeft hard gewerkt. Ja, dat is waar. Hij heeft er wel weer afgezongen. Hij denkt, Louis, ja maar. Jordi is natuurlijk in Nederland, was het even de gevierde ster. Hè? En dan is het heel moeilijk voor ons om daar ook af en toe, zeker als je die leeftijd hebt, om daar ook nog wat fraseringen in aan te brengen. Van, ja, Jordi, het is wel goed, maar het had natuurlijk, het kan nog beter. Dus, dat hoeft niet, hè. Klein en bezield. Maar mag 1 keer wel, toch? Ja. Het was je zo. Dan moet je het doseren en bouwen naar het einde, ja. Hè? Ja. Eerst klein. Eerst klein, groot. Klein en bezield. Ja. Dicht in de microfoon. Daarna groot en lelijk. Ik was een beetje geïrriteerd terwijl het niet lukte. Kijk, zoals ik hier binnenkwam had ik het gevoel, nou zo ga ik het inzingen, zo ga ik het doen. En dan lukt het niet en dan vind je, nou, dan is dat vervelend uiteraard. Dus dan heb je zoiets, ik wil het af hebben en klaar. Kom op. Oké, ja. We pakken een stukje op. Dan? Ja, dat pakken we op. Waar? En shout. Het is niet alles gold wat glanst. En shout. En shout of Noor zo oud. Dat wordt Noor zo oud. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, es schaut oft nur so aus. Ja, oft. Oft, moet ik goed zeggen. Doe opnieuw, helemaal. Es schaut oft nur so aus. Es schaut oft nur so aus. Ik denk dat het goed aangeslaan in Duitsland. En niet dat hij nou Nederland zal verlaten. Dat helemaal niet. Het Nederlandse lied blijft bij hen toch ook heel, heel erg hoog in het vaandel staan wat dat betreft. Maar Duitsland, ja, wie weet wat er nog in de toekomst ons staat te wachten. Er is iemand in Duitsland die een oogje op hem heeft. Dus ja, of dat wat wordt, dat weet ik nog niet. Want daar wordt er niet veel over gezegd eigenlijk. Maar in Duitsland wel. Hij gaat heel veel naar Duitsland toe. Wat zou je openingszin zijn? Guten Tag, ich bin Jordi. Ich liebe dich. Het grappige is, dat weet je nog niet, ze hebben al in Duitsland toegehaald. Hij weet het alleen. We hebben het er ook niet over. Ik weet wel dat hij ook nog eens een keertje bij Frans Bauer komt in zijn show. Waar je voor op moet passen is dat mensen Jordi niet in een hokje willen stoppen. Een knee als een kneedpoppetje van zo wil ik hem hebben. Want dat is Jordi niet. Soms dan wil ik hem gewoon zeggen van Jordi, waarom stop je niet een keer? Want dan kan ik hem een keer gaan zingen. Met op je hoofd.